Pieter Kobelens lijkt inderdaad te zijn vertrokken bij Vandaag in Inside na een conflict met Johan Derksen, waarbij de aanleiding lag in een controversiële opmerking over de Gaza-oorlog. Johans uitspraak, dat de Joden er wel een beetje om gevraagd zouden hebben na de bloederige aanval van Hamas op Israël, zorgde voor een scherpe reactie van Pieter. Hij noemde het onbetamelijk en kreeg vervolgens een standje van Johan. Sindsdien is Pieter Kobelens nauwelijks meer te gast geweest in vandaag Inside. Johan Derksen heeft zich in latere uitzendingen negatief uitgelaten over Pieter, die hij beschuldigde van een raaskallen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot speculaties dat Arend-Jan Boekestein nu de plek van Pieter heeft ingenomen in het programma. Deskundige Victor Vlam benadrukt de overeenkomende expertise van beide heren op het gebied van geopolitiek. Hij betreurt de situatie en merkt op dat Pieter Kobelens niet meer zo frequent aanwezig is, terwijl Arend-Jan nu vaker wordt uitgenodigd voor de onderwerpen die Pieter normaal analyseerde. Podcastmaker Ramon Hopman herinnert eraan dat Pieter Kobelens na het conflict met Johan Derksen nog maar één keer op de kruk te zien was, en sindsdien helemaal niet meer. Een andere gebruiker, Nick, suggereert dat Pieter wellicht elders... Bijvoorbeeld bij Helene Hendricks of de Oranje Zomer te zien zou kunnen zijn in de komende weken. Het lijkt erop dat de situatie tot verdeelde reacties leidt. Sommigen vinden het betreurenswaardig dat Pieter minder aanwezig is, terwijl anderen de keuze voor Arend Jan Boekenstein als zijn vervanger begrijpen. MediaCourant werpt de vraag op: wat is uw mening over deze ontwikkelingen?